Dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Paul de Vries vanuit de podcast-studio in Ede met de missie de online automotive beter te maken. Dit doet Paul met de volgende partners met dezelfde missie: Marktplaats, Coldrip, Carmen Automotive BDC, Vindio, used car controller en tweedehands.be. Hey, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast met de missie de online automotive beter maken. En vandaag hebben we hoog Belgisch bezoek, namelijk Joost Cardoen is hier in Ede om te praten over zijn nieuwste avontuur bij X Power, uh, ook wel Hypercharge genoemd. En samen met Joost hebben we eens een keer in Engeland gezeten, hebben we een biertje gedaan, destijds nog bij uh, G Forces. Destijds dat websitebedrijf wat ontzettend veel leuke websites destijds maakte. Joost, leuk dat je er bent. Dankjewel Paul, welkom. En uh, kun je onze luisteraars, onze Belgische luisteraars ook en onze Nederlandse luisteraars wat meer vertellen over wie ben je en wat doe je? Ja, absoluut. En ik ben blij van terug in Nederland te zijn. Yeah. Ik zal er ook in de toekomst wel weer meer terug aanwezig zijn. Oké. Okay. Dus um, ikzelf zit al uh, ongeveer 30 jaar in mm -hmm. deze sector. En wij zijn begonnen heel klein in België met een bedrijf, TurboData. Veel mensen in Nederland zullen zich dat nog herinneren. Mm -hmm. uh, wij hadden toen vooral een automatisering bij Peugeot en Renault. Yeah. En zo zijn we ook in Nederland terechtgekomen. Mm -hmm. Heel sterk gegroeid. We hebben de Peugeot dealers, de Renault dealers, de Citroën dealers, de Honda dealers geautomatiseerd. Yeah. En zijn, uh, Wanneer was dat? 20 jaar geleden of zo? 30 jaar geleden. 30 jaar geleden, ja. ja. En uh, we zijn heel sterk gegroeid ook een beetje in Duitsland, maar ook vooral in Frankrijk. Yeah. En toen waren we de grootste DMS-leverancier in Europa. Mm -hmm. En op dat ogenblik uh, is ADP, die de grootste speler was in de Verenigde Staten, yeah. uh, die wilde ook naar Europa komen en mm -hmm. die keek naar ons. En dan zijn we samen beginnen te werken. Yeah. En zo zijn we verder gegroeid. Ik heb ongeveer alle acquisities meegemaakt uh, in Europa: uh, yeah. Duitsland, yeah. Italië, Spanje, Nordic. Mm -hmm ontzettend gegroeid en dat ging heel goed. Nou, nu, hoe is de Amerikanen vergaan in dit, uh, in dit gesegmenteerde continent? Heel goede vraag. Hè? Dus hun idee en hun strategie was vrijwel eenvoudig. Zij gingen als grote Amerikaanse speler ja. naar al die constructeurs en ja. met hun relaties die ze ook in de States hadden. Ja. En ze gingen het eens allemaal oplossen in Europa. Ja. Ze gingen dus. De informatisering. Want het van... was maar één continent namelijk. Ja. ja, ja, ja. Ze gingen de informatisering doen van uh, de dealers. Uh -huh. Nu, uh, op een bepaald ogenblik na al die acquisities, om een idee te geven, zaten we ongeveer aan 35 DMS-systemen. Uh -huh. En die systemen deden het goed om het verkoop van nieuwe wagens van het merk in een bepaald land te doen. Ja. In verband met de belastingwetgeving al daar. Alles soort, je kan het niet inbeelden. de lokale marketingafdeling van de merken die toen nog uh -huh. uh, konden bestaan. Uh, dat soort van toestanden werd allemaal in meer rekening gehouden. Maar uh, het uh, gaan uniformiseren. We hebben heel veel DMS'en kunnen uh, vereenvoudigen. Mm -hmm. Maar dat kwam toch wel op een grens. En de Amerikanen hebben op een bepaald moment, tamelijk eenzijdig, uh, de grootste speler in de UK gekocht. Ja. Ze kochten dat voor, vooral voor de markt. Mm -hmm. Maar ze dachten ook, met dit product gaan we het gaan maken. In ja, Europa. Europees product, dat, dat moet wel werken. Ja, maar men had niet goed begrepen dat mm -hmm. dat vanuit een. Britse uh, hoek. In feite niet zo eenvoudig was. Kun je met een Engels product naar Amerika halen, dan een Engels product naar Europa halen. En zelfs dit is, is niet gemakkelijk. Je kan nog een Engels product in Zuid-Afrika kwijtspelen uh -huh. en in Hongkong, dat yeah. ging ook nog. Yeah. Of, of Australië. Yeah. Uh, maar daar heb je het ongeveer. Uh -huh. Dus dat ging niet zo eenvoudig. Uh, nu, wij wisten dat heel snel. Um, een tweede element was dat het digitale, dat toen wel opkwam, uh, dat kwam ook niet naar Europa. Had in de States had men de afdeling van General Motors opgekocht, mm -hmm. kobold. Ja. Was ook geen groot succes. Nee. Ontzettend veel geld gekost. En men kwam verder naar Europa. Dus in Europa zaten we met uh, een wirwar van producten, mm -hmm. DMS, alleen maar voor nieuwe auto's te verkopen en geen digitale. We zijn dan gaan kijken in Europa over wat we daar konden doen. En mm -hmm. toen zijn we contact gekomen met GeForces. En dat ging goed tot een bepaald moment dat dit ook... En wat voor bedrijf was dat? GeForces was de grootste speler. Die had ook het gat dat ontstaan was in, mm -hmm. in de UK uh, opgevuld door de grootste speler te worden van websites mm -hmm. uh, in de UK voor merkdealers. En die hebben dat heel goed gedaan. Ze waren ook als concept heel goed. Relatief mm -hmm. goed product. Uh, maar ook de totale marketingondersteuning naar de dealers toe deden ze zeer goed. Niet alleen een software, maar ook het totale pakket, het digitale, proberen mm -hmm. goed te doen. Dus dat ging heel goed. De Google Ads uh, en Al dergelijke. Al dat soort van ja. zaken, dat ja. deden ze schitterend. Um, en dus op een bepaald moment ben ik dan zelf bij uh, GeForce terechtgekomen mm -hmm. om... ...te kijken hoe dat we dit concept in Europa konden neerzetten. Ja, en toen hebben we elkaar ontmoet. En toen uh, we destijds, hebben we elkaar he? ontmoet. Met You Name It. Ja. Klopt. En uh, ook dit verhaal had ook een technisch probleem. Niet een probleem, maar een uitdaging... ...dat men uiteindelijk niet kon echt oplossen of niet opgelost geraakte. We zijn in Nederland gestart, in Duitsland gestart, uh -huh. in Frankrijk en België. Uh, maar dat kwam niet echt. Uh, en een tweede zaak, toen kwam ook de brexit. Toen ja. begonnen de Britten zich af te vragen moeten wij veilig nog naar Europa gaan. Ja. Dus dat is ook afgebroken. Toen ben ik in contact gekomen met een oude vriend. Mm -hmm. um, die had ondertussen een DMS-bedrijf in België overgenomen... die ja. alleen in België werkte. En dat bedrijf noemt X-Power. Ja. Zij doen de... Een DMS-pakket. Een DMS-pakket, klassiek. Maar, maar voordat je daarmee verder gaat hè, met dat DMS-pakket... Mm -hmm. uh, je hebt het over die Amerikaanse spelers... Hè, en over dat ze het hebben geprobeerd omdat... Te schalen om er één product van te maken binnen mm -hmm. Europa. Uh, wat is nou even zeg maar um, grosso modo? Hè? Als ik dan mm -hmm. kijk, in de afgelopen tien jaar loop ik denk ik wel elk jaar één of twee conferenties af in Amerika. Ja. Hè, het begint met de NADA en daarna de digital dealer. Of wat, wat, wat voor conferentie dan ook? Dan valt me één ding op. Weet je wel, qua DMS, qua CRM, qua lead management systeem lopen ze zo ver vooruit. He, in die zin, en dat snap ik ook wel, want een dealer betaalt hier 95 euro per maand, dat vinden ze te veel. En daar betalen ze 9,95. plus. Dus je hebt ook meer dealers, meer, meer omzet, dus meer mogelijkheden om iets mooiers te maken. Ja. Weet je, zo ja. simpel is het. Het is niet dat ze knapper zijn, beter zijn. Ze hebben gewoon meer uh, omzet om dingen te kunnen bewerkstelligen. He, dat snappen we allemaal. Maar nu is een, een CDK bijvoorbeeld, hè, zeg maar, was hier ook aanwezig en daar ook aanwezig. En ik zag zo'n groot verschil in een simpel lead management systeem. Hier hadden we ruk, meuk, gewoon troep, zeg maar. En daar had je het mooiste. Waarom is die overstap dan zo moeilijk te maken op ook simpele dingen? Uh. Of denken ze echt van al, iedereen moet 9,95 betalen, terwijl elke Europese CDK zegt aan me nooit niet? Ik heb mij altijd afgevraagd waarom het zo is. Uh, Eén, zij hebben toch een andere markt, een andere mentaliteit. Ja. Die, die producten die passen niet altijd bij ons, dat is de eerste. Um, ook de neiging. In Amerika zat men gemakkelijker met acquisities. Uh -huh. Men investeerde gemakkelijker om yeah. acquisities te doen. Dus men kon sneller uh, de nieuwe dingen die op de markt kwamen, kopen. Yeah. En als zodanig uh, top of de bill producten uh -huh. kunnen aanbieden. En die producten waren niet altijd ook nog altijd niet gemaakt voor de Europese markt. Een acquisitie in uh, Europa, uh, dat werd moeilijker en moeilijker, want men had zwaar geïnvesteerd. Uh, waarom heeft men nooit digitaal bijvoorbeeld in Europese uh -huh. spelers geïnvesteerd? Ja, dat was geld uh, dat men liever eerst spendeerde voor zijn eigen markt, waar het eenvoudiger en gemakkelijker ging. Yeah. En kwam dus nooit naar Europa. Dus het is ook een kwestie van investeringen en timing die uh -huh. nooit goed zat. Daar zat Europa altijd op het tweede niveau. Ja. Yeah. Uh, en dus het gebeurde niet. Of het nee. gebeurde niet snel genoeg. Of nee. als het moet gebeuren. Ik herinner mij. Uh, toen wij bij Turbo Data zaten. Op een bepaald moment uh, wilden Reynolds. En Reynolds die in Frankrijk yeah. zaten. die wilden onze opkopen. Ja. Yeah. En de familie Reynolds. na een paar jaar in Frankrijk gewerkt te hebben. Yeah. die kwam tot de conclusie. Europa is veel te complex voor ons. We yeah. vertrekken. Ja. Yeah. En zo zijn wij in Frankrijk gekomen. en we ja. Hebben wij overgekocht wat de Reynolds ja. en Reynolds ja. daar gepresteerd had. Dus voor de Amerikanen blijft het nog altijd Europa. Niet ingestaande dat wij meer Europees zijn geworden. Maar het is nog altijd een moeilijke markt. Omdat het, het is een lappendeken. Een lappendeken. En het blijft een cultureel lappendeken. En dat is goed, maar het is moeilijk. Hè. Ja. Dus de talen zijn verschillend, de mentaliteit is verschillend. Dit is wel verbeterd. En het maakt voor ons Europeanen misschien. Het gemakkelijker om in een breder Europese context te kunnen werken. En mm -hmm. dat is een goede zaak. Jij ja. uh, ja, ja, bent zelf ook aan het kijken naar producten, jouw eigen activiteiten en producten. Ja. Je gaat ook gemakkelijker buiten Nederland. Uh, je gaat uh, tot Luxemburg, hoor ik. Ja, ja dat is goed. Maar dat is ook omdat wij... Nou, uh, ook wel in Duitsland hoor. En ook ja. wel in, in Spanje ook. In maar goed, daar, je, je daar heb je allemaal cellen voor nodig ja, natuurlijk. Ja, ja, klopt. Maar goed, oh. je pakt het wel aan. Ja. Maar het is wel een stukje complexer. Om het tuurlijk, te tuurlijk. Ja. Het begint dan met de taal. Ja, inderdaad. Dus dat is de reden dat dit niet zo allemaal gemakkelijk van het ene naar het andere land... zeker vast En dan is Frankrijk eigenlijk wel het eerste land waar ik oversla, hoor. Waar wij het eerst nou, graag naartoe nou, nou, gaan. Maar nou, 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 <laughs> goed, uh, oké. Okay. Dus um, na de, de GeForces ging je naar X-Power. Er was een DMS in België. Daar ja. waren we gebleven. Ja. Okay. En dus uh, die uh, kerels uh, hebben de oplossingen. De DMS'en voor alle Volvo dealers bijvoorbeeld uh -huh. in België. Ford dealers, Jaguar Land Rover enzovoort. Nu, het mooie van hun verhaal is dat zij altijd uh, een DMS gezien hebben... als een systeem voor wagens, trucks machines. Dus conceptueel is dat in feite zeer gelijkaardig. Ja. Misschien voor de buitenwereld is dat niet zo, maar het is wel conceptueel gelijkwaardig. Dus daar hebben ze heel goed gedaan en een heel krachtig DMS-systeem IRP-pakket gemaakt. Uh -huh. Nu Wat wij sinds 2-3 jaar doen, is dit pakket ook internationaal op de markt brengen en vooral in de truckwereld. Ja. Zo zijn we met dat ERP, klassiek ERP-pakket, maar wel performant, goed, ja. heel generisch uh, systeem. Zijn we naar Italië gegaan, een dertigtal, veertigtal user naar Frankrijk. Uh, ook naar uh, in Nederland zitten we natuurlijk ook, Polen. Mm -hmm. En zijn we zelfs naar nou, Groot-Brittannië gegaan. Maar vooral in de truckwereld. In de truckwereld voorlopig met merken zoals MAN. Mm -hmm. uh, we zijn ook begonnen met DAF, uh, IVECO. Wat is de vergelijking met de truckwereld en de autowereld, met de autodealers? Principeel is het hetzelfde. Ja? Ja, het is een beetje complexer. Uh, wat, wat is complexer? Uh, het ze gebeuren: een, een motor heeft een nummer. Hè. Uh, bepaalde stukken moet je dus meer rigoureus gaan opvolgen dan in een personenwagen. Um, er zijn meer controles, uh, technische controles enzovoort. Maar in principe... In technische controles in die zin dat de facto een bedrijfswagen... kun je daadwerkelijk de verkeerde auto aan iemand verkopen... waar die eigenlijk geen ruk aan heeft. Ja. En bij een auto die gaat gewoon naar A naar B. Klopt, ja. ja, ja. ja dat klopt. Nu, nog eens, ik vind dat het heel gelijkaardig is. Wat je wel ziet is, uh, de truckwereld uh, is... ik ga niet zeggen achter op de informatisering... maar bij de personenwagens... Is er heel wat onder druk van de constructeurs? Mm -hmm. Heeft men heel wat verder gegaan om, uh, om de zaken te realiseren? Ja. Dus er is wel een verschil, maar uh, het, is een, het, het is toch een andere wereld. Oké, okay, maar vanuit Xpower ga je dan naar uh, uh, Hyperportaal en Hypercharge? Dat is de volgende stap. Dus we zijn met uh, Xpower internationaal gegaan, met de ERP. Mm -hmm. Maar wat is er gebeurd? Ondertussen, door een paar jaar, in, toch een lange periode in die uh, informatisering. Van de diers te zien, zie je dus verschillende zaken. gebeuren. Heel veel systemen. De DMS was in feite goed voor een nieuwe wagen van een bepaald merk en een bepaald land te verkopen. En is nog altijd zo'n beetje. Nu, wat is er ontstaan? Men heeft heel wat andere software ontwikkeld: voor, voor uh, tweedehands wagens te verkopen, workshop planning, lead management, uh, CRM, mm -hmm. boekhouding. Best ook even standaard toch? En niet een uh, lokaal eigen gemaakt boekhoudkundig pakket. Dat soort van toestanden is altijd maar verder gegroeid. Nu, is ook complex geworden. Voor de deal is dat een nachtmerrie. Dus al die systemen heb je nodig mm -hmm. en ze zijn allemaal goed op zichzelf. Maar je moet ze wel allemaal hebben. Je moet je mensen ja. opleiden, je moet ermee ja. werken. En een DMS systeem is niet eenvoudig. Het is nee. een krachtig systeem, bevat veel data. Maar als je achter het scherm zit, moet je wel weten wat je moet doen. Anders ja. kan je niks doen. Maar zit daar dan ook niet de crux? Is dat een DMS voor iets eenvoudigs in heel ingewikkeld is? In principe is hebben in ze het geval... niet veel, veel te veel te ingewikkeld gemaakt. Wat is het met ja. alle respect? Het is een auto, het is onderhoud, het is een, een onderdeeltje. Ja. Um, ik zal een voorbeeld geven. We zijn laatst een brommobielwinkel begonnen, een dealerschap. Daar hebben we gewoon een CRM-pakket op gedaan met een koppeling naar exact. En alles werkt, alles functioneert. Ik heb er geen DMS voor nodig. Oftewel, leuk dat je een eenvoudige DMS hebt gemaakt, maar is een DMS sowieso niet gewoon too far? om te beginnen het DMS-systeem van Xbox noemt X DMS ja en is gekoppeld extra DMS ja. ja en is gekoppeld met exact ja daar heb je gelijk ja. maar waarom is een DMS zo complex gemaakt geweest ja. Men wilde in feite en dat is nog altijd zo men wil elke Handeling vanaf het begin uh -huh. moet ergens voorzien dat het boekhoudkundig kan correct verwerkt worden. Ja. Of dat nu nodig is of niet. Ik heb wel mijn bedenkingen bij. Maar dit is wat veel mensen denken. Waarom? Ja. Omdat de constructeurs op het einde van het verhaal ook een bepaalde rapportering vragen, die moet goed zitten. Ja. Dus dat betekent, vanaf het begin wordt er rekening gehouden met dit soort van verwerking van ja. de gegevens. Opgelegd door de constructeurs nadien. En dat maakt dat je in feite met een half boekhoudkundig systeem zit te werken ja. vanaf het begin. Zeker vast... Ja, van een half boekhoudig programma, waarbij je ook nog een ander boekhoudprogramma nodig hebt. Klopt. Ja? En hetzelfde verkoop, eh, ik zeg dikwijls, als je zo'n systeem gebruikt om iets te verkopen, maak je de verkoper heel moeilijk. Ja. En dan gebruik je het gewoon niet. Nee. Ik heb liever dat de verkoper snel 100 offertes maakt. En dat de twee, die je dan uiteindelijk verkoopt. Handmatig in het systeem worden Ja, Ja, ja zonder meer zonder meer. D dat zonder meer. je gewoon verkoopt het. Dus Ik zou hem wel ontslaan overigens. Hoor. 100 of vet is 2 orders, maar goed. Ja, maar goed. Ja. Huh? Jij werkt meer met 15 of zoiets, <laughs> heb ik gehoord. Steeds meer collega's gebruiken used car controller. Taxeren, calculeren, publiceren of auto's verhandelen met je persoonlijke handelsplatform? Met één abonnement geeft Used Car Controller je controle over alle kritische gebruikte autoprocessen. Zo maakt Used Car Controller je tot sterkste in je vak. Vindio is de merkonafhankelijke automotive partner. Vindio is er voor uw klanten en u. Zo kunt u zorgeloos ondernemen en uw rendement verbeteren. Uw online leads opvolgen binnen 30 seconden? Dat kan met Coldrip. Vraag direct een demo aan. Uh, maar dus door dat allemaal te zien hebben we gezegd: jongens, er is een probleem. Wij moeten die grote complexiteit van software systemen kunnen opvangen. En we hebben in feite wat ik noem een digitaal platform gebouwd. En dat mm -hmm. noemt Hyperportal. Hm? En je kan dat in alle sectoren gaan toepassen. Niet alleen in de automotive retail, mm -hmm. maar ook in andere sectoren. Nu, wij hebben voor onszelf een beetje die verticale markt van de automotive ja. retail uh, gaan toepassen, omdat we die ook best kennen. Ja. Maar in feite ga je... Het is ook wat, de leukste markt over ons. Oh, absoluut akkoord. Na leven dat te doen, dat kan ik alleen maar akkoord. Ja toch? <laughs> ja. Maar goed, uh, wat we dus in feite doen, we gaan op een heel flexibele manier uh, wat je nodig hebt in het systeem definiëren. En we gaan ook heel eenvoudig de processen definiëren. En je moet daarvoor geen informaticus zijn. De best practice in je organisatie beschrijven en die... Uh, gegevens dat je nodig hebt, eventueel van andere systemen, eenvoudig importeren. En daarmee ga je de processen automatisch M gaan uitvoeren. Maar maak het eens even klein in die zin van ja. um, Hyperportaal kan een lead management systeem zijn. Bijvoorbeeld. En uh, noem dan eens dus, zeg maar, zo'n proces, wat je, wat, je, wat je gaat uitschrijven. Er komt een lead binnen en wat voor proces ga je dan omschrijven? Wel, uh, je gaat bijvoorbeeld zeggen, een functie. Eerste probleem is dat je wat je ziet in veel organisaties, men geeft leads die van verschillende bronnen komen. Ja. Eigen website, autoscout. Nee, geen uh, autoscout, maar Marktplaats. ja. Uh, je, je kan het je niet inbeelden, van <laughs> waar het allemaal komt. Dus dit wordt allemaal samengebracht, eenvoudig ja. ingelezen en volgens bepaalde processen behandeld. Nu, ik weet, Noem eens zo'n een proces. Een proces is bijvoorbeeld gaan kijken van waar is het. Bijvoorbeeld als je ziet dat het vanuit marktplaats komt of ja. autoscout, weet je ook dat het voor een bepaalde wagen is. Dus dat ja. betekent al dat je automatisch weet, oh, het is voor dit merk en het is voor die enzovoort. Of je weet waar die wagen staat en je kan dat automatisch daar gaan sturen. Ja, nu, in real time. In real time, maar wat ik vaststel, dat is, elke dealer heeft daar zijn eigen ideeën over. Ja oké, okay, maar ik heb als dealer heb ik twee winkels. Ik adverteer op Scout, op, op Marktplaats, er komt een lead binnen. Ja. Via Marktplaats. Uh -huh. Wat is dan het proces? Ik weet dat hij in de vestigingswolle moet. Hij gaat naar de vestigingswolle en dan? Wel, om te beginnen, wat wij meestal doen, is de rit in dat proces. Ga je gaan kijken, ken ik die persoon niet of nee? Wat maakt dat uit? Mij maakt het niet uit, maar als ik dat in een fractie van de seconde weet, uh -huh. en ik weet, he, die heeft mij misschien twee dagen op een andere manier. Die is in de showroom geweest. Die zit nu te kijken op een ja. wagen. Ik kan die automatisch. die informatie allemaal consolideren. Ja. Dus ik neem die in lead, real time. In real time. Dus okay. ik neem die lead als een object binnen. Ja. En ik kijk: ken ik die meneer? Ja. En als okay. ik die ken, koppel ik die eraan. En ik ga in functie van okay. dit soort van zaken en, doorsturen. En heeft Hugo, Hugo heeft die man gesproken. En ik krijg de lead binnen. Ik krijg in real time binnen. Maar hij is twee dagen geleden bij Hugo geweest. En Hugo heeft dat besproken. Ja, bijvoorbeeld, waarom zou je dan niet de lead doorgeven aan. Hugo? Aan onmiddellijk. Ja, nee, het nee. proces ja. weet het ja. Veel efficiënter. Dus, maar nog eens, uh, je kan dat definiëren zoals je wil. En je wel, maar daar maar wil ik wel verder, want dat is namelijk de crux van, 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 van ons hele bestaan in die zin. Hè. Willen we de online automotive beter maken? Moeten we naar systemen toe die repeterende taken gewoon voor ons kunnen uitvoeren, Absolute, ja. zonder dat we dat zelf hoeven te doen, omdat daar fouten ontstaan? Een Plot. computer maakt die fout niet plus 1 is 2, weet je wel, en dat blijft altijd zo. Dat is juist. Ja. Dus op het moment dat hij stuurt hem dan door naar Hugo, want Hugo heeft de klant gesproken, uh, hoe ver kun je dat precies daarna verifiëren? Oftewel van, krijgt Hugo dan zeg maar een voorgedefinieerd takenpakket van joh, deze klant bel je één keer op, uh, je mailt hem, je sms' hem, je whatsappt Absoluut. hem, wat dan ook om contact Absoluut. te krijgen. Dat kan je perfect zelf definiëren. Het eerste uh, wat je natuurlijk gaat doen als de lead binnenkomt, Nee, die komt binnen op een website. Uh -huh. Het ganse website gebeuren is ook een onderdeel van het platform. Dus de website staat verder op het platform. Die vorm die zal in feite rechtstreeks die lead creëren in uw, uh, uw hyperplatform. Maar maak je die website dan zelf ook? Uh, de dealer kan die zelf maken. Je, okay, hebt, okay. je, okay. Hebt je maakt gewoon een interface met die website. Ja, je hebt de vorm ja. gedefinieerd, je kan die zelf definiëren, je kan de nee, inzet waar je wil ja. hebben. De lead, dan ga je onmiddellijk als onderdeel van het proces, de lead wordt gecreëerd. Iets gebeurt een object wordt gecreëerd in het portaal, mm -hmm. die gaat bijvoorbeeld dan zeggen, proces, een mail naar de klant. Waarom niet? Toch informeren. Dan ga je een taak geven, dan ga je kijken, ken ik die bijvoorbeeld? Als je die kent, ga je die toewijzen aan een verkoper. Ja. Yeah. Ga je die toewijzen aan een verkoper en ga je dat verder gaan. Dan gaan we bijvoorbeeld zeggen, kijk goed, uh, je, moet, uh, je krijgt een taak, want het proces loopt en het proces zal een taak geven aan die verkoper. Mm -hmm. Of volgen. En daar kan je bijvoorbeeld zeggen: die eerste stap bent ziek dat die opgevolgd is binnen het uur of binnen de minuut. Ik hoop dat je, binnen de minuut. Ja, binnen de ja. Ah, dat gaat een beetje afhankelijk van wat er gebeurt. Maar uiteindelijk, dus je gaat taken geven aan mensen. Ja. Alles wordt geregistreerd. Dus je weet perfect. Dus het systeem gaat maken dat de juiste taken aan de juiste persoon op het juiste moment gegeven worden. Okay. Onder de juiste omstandigheden. Dus, en alles wordt geregistreerd. Dus Hugo ziet die klant. Hij ziet een taak. Hij... Hij, hij ziet de taak bij de klant. Hij ziet de klantkaart ook, zeg maar, die voor zover de informatie er is. Ja. Um, hij ziet daar een telefoonnummer staat, ja. staan. Uh, de taak zegt bellen. Ja. Uh, moet Hugo zelf de toetsen invoeren van het nummer of kan hij een click to call doen om de klant gelijk te bellen? In functie van, uh, van het telefoonsysteem kan hij natuurlijk een interface hebben met, uh, met zijn telefooncentraal. Dus ze klikt gewoon op de telefoon. Ja, dat kan. Dat maar kan. dit is allemaal flexibel. Ja, nee, nee, maar daarom. Kan ik in dat proces ook, zeg maar, van als ik tegen Hugo zeg: ik wil een WhatsAppje sturen? Kan ja. ik dat WhatsAppje sturen ja. vanuit het systeem? Of ja. moet, ik nee, nee. kan, moet ik zelf naar mijn telefoon toe? Ja. Vanuit het systeem, want je kan alles integreren zoals je wil. Kan ik een SMS doen? Ja. Kan ik ook als ik een e-mail terugkrijg van de klant? Ik stuur me een e-mail vanuit de systematiek. En dat, hij, hij zal als goed is een e-mailkoppeling hebben. Ja, en dit zal onderdeel worden van het proces nee, dat snap met de klant. Ik. En de klant reageert. Ja? Waar komt het mailtje terecht? Komt hij in de inbox of in het systeem? Heel goed. Dan ga je uiteindelijk een mail krijgen in een inbox van het systeem. Die in ziet, het systeem. In ja. het systeem. En die ziet, oké, okay, er is een e-mail van deze persoon. Dus dat hoort hierbij. Ja, want het grootste, de grootste vijand van het lead management systeem, het CRM systeem in het algemeen... Hè? De grootste eh, vijand eigenlijk van een lead management systeem in het algemeen is informatie die niet in het systeem staat. Dat kan een sms'je zijn op een mobiel telefoon, dat kan een appje zijn op een mobiel telefoon. Dat is natuurlijk de hele e-mail inbox aan zich, ja. zeg maar, waar informatie in staat wat niet in het lead management systeem CRM of uh, hyperportaal, hypercharge of hoe je het dan ook noemt, staat. Maar dat hebben jullie wel ondervonden. Ja, dus de idee is... Dat je een bepaald proces hebt uh -huh. en alles wat te maken heeft met het proces blijft gekoppeld aan het proces. Yeah. Dat betekent communicatie. Uh -huh. Zelfs als je nog interne communicatie gaat doen. Ja, via een soort Slack of iets dergelijks. Nee, uh, via een, een systeem. Als ik met jou, ik ben verkoper, ik zie die lead, ik heb iets van je nodig en ik kan jou in het systeem, ik ga uh -huh. geen e-mail sturen, ik ga nee. vanuit het systeem jou vragen, een vraag stellen, maar die vraag en het antwoord blijft gekoppeld aan het proces. Ja. Dat betekent dat je het volledige dossier, de volledige historie en alles wat gebeurt daarmee mm -hmm. te maken heeft. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de volledige salesadministratie. Aankoop of verkoop, we hebben klanten die tot 7000 occasionwagens, dus tweedehandswagens mm -hmm. per jaar doen. Ja. Maar Het volledige proces van de aankoop of de verkoop en de aflevering ja. is volledig in een proces gehouden. Ja. Alles gebeurt daar in dat proces. De wagen is verkocht. Dan ga je gewoon de communicatie met de klant. Maar alles zit allemaal ineens in het systeem. Maar Joost. Ik snap dat hoor, maar leven in 2022, is dat niet gewoon normaal basic common sense? Ja. Maar gebeurt het overal en gebeurt het op een manier dat het flexibel en efficiënt gebeurt? En aanpasbaar? Mm -hmm. En waarbij dan je ook bestaande systemen eenvoudig kunt integreren met de data die je nodig hebt? Als je nou, nou maar mij in de lift staat, hè? Mm -hmm. En we gaan naar boven. Mm -hmm. En je hebt 30 seconden en ik ben... De een dealer met twintig winkels. Mm -hmm. Wat zou dan jouw pitch zijn? Dat je de best practice die sowieso in je bedrijf aanwezig is, gaat formaliseren zodanig dat iedereen in jouw bedrijf mm -hmm. werkt zoals je denkt dat het moet gebeuren en dat het zo eenvoudig mogelijk kan gebeuren voor al je medewerkers, ook als het nieuwe medewerkers zijn. Je kan perfect je best practice mm -hmm. niet alleen formeel. Opleggen, een ja. beetje negatief, maar toch maken dat het volgens die manier gebeurt. Maar wat nog belangrijker is, wat wij zien, is als we dat starten bij uh, grote organisaties: men start, men denkt dat men de best practice heeft, Op de korte keren heb je vier, vijf, zes iteraties. Men ziet wat men dacht dat goed was, dat het moet verbeterd worden. En dan is dat een kwestie van seconden nou, minuten ja, om vind... dat aan te passen. En dat maakt het zo krachtig. Ik vind de weg naar de best practice vind ik wel een goede in die zin van. Je hebt, je hebt natuurlijk genoeg holdings, zowel in Nederland als in België. Er zijn een paar van die winkels in die holding die een best practice hebben. Hmm. Vaak is die onbekend, ja. hè, in die zin. En op het moment dat je die wel kan distilleren, en die als een voorbeeld pakt, en daar het proces opbouwt, van jongens, dit is de manier waarop iemand bewezen heeft in onze winkel dat dat de beste manier is om. Uh, een bepaalde leadform of een bepaalde opvolging of een bepaalde aflevering te kunnen voldoen, zeg maar. Uh -huh. Dan is dit het proces wat we gaan doen. En vandaar dat gaan we doorwerken om het beter te maken. Ja. Een beetje de, de Toyota-way op dat punt. Absoluut. En een tweede zaak is dat je dit gaat integreren met jouw bestaande systemen je uh -huh. gaat bepaalde systemen zelfs vervangen, omdat je ziet dat je dat dan beter in ons uh, omgeving uh -huh. gaat doen. Het hoeft niet automatisch, het, hoeft, het kan op termijn gebeuren, maar je kan incrementeel je zaak gaan verbeteren. En je gaat een bepaalde dienst verleggen. En nu komen we aan een belangrijk punt, dat was ook een van de opmerkingen, is er nog een toekomst voor de dealer uh, morgen? Uh, gisteren op jouw meeting yeah. is het verschillende keren aan bod gekomen, en iedereen zegt ja, ja, ja. Wel, een van de methoden, dat is om te maken dat je als retailer, een dienstverlening kunt gaan organiseren, je ja. kunt gaan organiseren, die veel beter is dan gelijk welke constructeur. En en geloofd, maar dan moet je ook de tools daarvoor gebruiken. Jawel, de de tools, maar ook de executie doen. Ja, Hè, Alles zit in de executie, weet Absoluut. je wel. We hebben fantastische processen. We hebben alles goed voor elkaar. Ja. En je kunt van McDonald's vinden wat ze vinden, wat je vindt. Maar de executie, is, executie is daar het waar werkt. ze hem hebben willen. Dan inderdaad. kun je zeggen, ik vind die hamburger niet tevreden. Dan gaat het niet om de executie is ja, zoals die is. Wel, als je het ja. zo wil uitrekken, dan zou ik zeggen, met zo'n platform kun je maken dat die executie perfect verloopt. Ja, wat jij wil als dealer. Wat jij als dealer wilt, want ik heb er nu heel wat gezien en iedereen heeft toch lichtjes verschillende ideeën over nee, bepaalde daarom... zaken en ook omstandigheden. En daarom ben je ondernemer ja, ja, inderdaad. Ja. En dat maakt hen zo sterk. Dus het is Hyperportal Portal. Hypercharge? Hypercharge is, hypercharge is de firma en is een dochterbedrijf van Xpower. Ja. Okay. Uh, laatste vraag. Als nou dealers, bedrijven zeggen van yo, ik zou er wel meer over willen weten. Hoe komen ze dan met jou in contact? Uh, ze kunnen gewoon op uh, hypercharge.io gaan. Io? Uh, ja, of Hyperportal is nog beter. EO. Ja. Io. En wat is Io dan? Uh, zoals je dotcom hebt. Io. Maar die was nog beschikbaar dan? Ja, oké, okay, ik weet het niet. Ja, dat zal wel een goede. We hebben knappe technische jongens die dat ja, allemaal ja, doen. Ja, ja, okay. uh, nee, want het belangrijke is inderdaad want dat het ganze platform, en dat kan ik je wel even meegeven, is volledig is gebouwd op Amazon. Ja, okay. Web Services. Okay. Dus beste, meest recente technologie. Die het dus ontzettend ja. snel en efficiënt maakt. Als ik dat aan Google vraag, zeggen ze dan ook dat, dat Amazon het beste heeft? Nee, natuurlijk niet. Nee, okay. Waarom zou ze dat doen? Oké, okay. okay. <laughs> super. Hey Joost, dankjewel. Dankjewel voor de komst. Ik vond het leuk om weer eens een keer na te praten na een paar jaar je niet gezien te hebben Na ons laatste beetje in Engeland. Ja. Uh, dank daarvoor. Uh, uiteraard hebben we een, volgende week een nieuwe gast met dezelfde missie: samen de online Automotive beter maken. Dankjewel, Joost. Ik was blij van je terug te zien. Graag Dank u wel voor het luisteren naar de DCDW-podcast van Paul de Vries met de missie om de online automotive beter te maken. Vond u deze podcast interessant? Abonneer dan meteen via Spotify, Soundcloud of iTunes en deel deze podcast via LinkedIn met uw netwerk. De DCDW-podcast van Paul de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: Marktplaats, Coldrip, Carmen Automotive BDC, Findio, Used Car Controller en tweedehands.be.